Hier hebben we de moeraskers met onogelijk kleine gele bloemetjes en peultjes. Het is een kruisbloemige. Hij is niet eetbaar. Je kan die kleine peultjes ook zien zitten. Een beetje langwerpig met een soort snaveltje erop. Een beetje typisch koolachtig blad. De bloemetjes zijn dus echt heel erg klein. De kelkbladen zijn nog wat groter dan de kroonbladen zo wat. In ieder geval even groot. En er blijft dus weinig bloem over. Het bloeit daarmee dus een beetje geel-groen. Dan hebben we dus de moeraskers. En tot ziens maar weer.